Hier schipper Timothy samen met Moes die Legend. Wij komen de haven van Antwerpen binnengevaren. Vandaag heeft Moes die ons in de Antwerpse havens gebracht. Wat gaan we doen? Kilo's uit containers halen? Nee, we gaan vandaag urbexen. Oh, we gaan vandaag urbexen. Ja, het had ook gekund, hè? Je weet het nooit. Ja, je weet het nooit. Misschien succes. Hè? Dat YouTube en dat TikTok betaalt niet meer zo veel. Kijk eens, we gaan urbexen en niet zomaar op een locatie. Nee, we gaan niet in containers urbexen van de Antwerpse haven. Nee, we gaan naar een boot. Een verlaten boot. Hoe fijn is dat? En liken en abonneer. Ja, graag. En als deze 300 likes haalt, gaan we dan weer een nieuw urbex aan. Ja, gaan maken. We weer een nieuw urbex. Kijk eens, als deze video 300 likes haalt, maken we weer een nieuw urbex avontuur. Lieve kijkers, we zijn nogmaals, we zijn in de haven van Antwerpen. We hebben al 4 controles gehad. Ja, 4 controles. Van de douane en alles. Nee, dat is een grapje. Nee, grapje. Maar we zijn bij een verlaten boot. Let's go, Wioi. Voor mij is dit ook super nieuw. Ik ben al een keer bij een autosloperij geweest. We hebben verlaten villa's hebben we al gehad. Zelfs een paleis en kasteel heb ik een keer gedaan. Maar nu zijn we bij een verlaten boot. Hoe vet is dit? Check dit, kijkers. Kijk, we zijn de man, Moestie. Lekker, mama. Oh, ja, dit is die zit verlaten boot. Zit hem neer. Ja, er ligt iemand in die bus te slapen, maat. Kijk, dit is die verlaten boot. Hoe vet is dit? Dit is dat dit is die boot. Ja, als het goed is, kan je ook naar binnen, mooi, toch? Man. Ja, dat is kikken, hè? Ja, man. Jammer dat dat zo verlaten is, dat allemaal nog zo ligt, joh. Hè? Bizar is dat, hè? Ja, we zijn echt in de haven van Antwerpen, zoals jullie kunnen zien. Oké. Hey. Nou, ik weet niet hoe je naar binnen gaat dan, hoor. Hé, hey, lieve mensen. Dat is gesloten, moest die. Nee, lieve mensen. Er is wel een toegang, maar er zit wel daar een auto. Ik weet niet. Nee, die auto is geen probleem, joh. Nee, die zit wel te kijken. Ik weet wel de ingang. Waar is die ingang? De ingang is daar bij die boot. Nou, kom dan. Let's go. Let's go. Maar oké, we gaan naar binnen toe. Die auto zit te kijken. Ja, dat geeft niemand, moest hier. Geeft niet. Gewoon gaan. Wil je gewoon op de boot, een video? Maar... Ja, ik weet niet. Oké, je kan staan. Man. Kun je hierop staan? Kun je op de dak staan? Kun je staan? Ja, toch? Kijk uit dat je er niet op staat. Oh, daar is glijden. Nee, ja, niet glijden. Oké, ik sta op de boot. Hij staat op de boot. Oké, maar hoe ga je naar binnen dan? Kom dan. Via daar. Waar? Via hier? Ja, via is dit hier. Het luikie? Ik durf niet, man. Kom man. Ja, jij moet mij filmen. Straks val ik, man. Ja, bingo voor jou. Kom, vriend. Oh, shit. Oh, shit. Ja. Vriend. Tuurlijk, jongen. Mama, dus hier kun je zo naar binnen dan? Ja, man. Ja, ik weet niet of die slot is. Ik weet het niet. We gaan het zien. Kijk dan, man. Hier ga je dus naar binnen toe. Hier is dus de ingang. Lukt dat, Moestie? Shit, man. Wat valt er nou aan je zak? Een scheerapparaat? Wat is dit nou weer hier? Huh? Shit, jongen. Voordat je naar binnen gaat. Het wordt steeds gekker met die man, echt. Het wordt steeds gekker met je. Zeker. Midden. Nee, kijk midden. Zo dan. Oké. Oké. Ik weet niet of je de deur dicht gaat doen. Maar je laat die deur maar even lekker open. Oké, een beetje. Ah, de mama. Kom maar, man. Hey, we zijn er, man. We zijn binnen in de boot. Hoe vet is dit? Lekker, man. Box, ja. Leuk, man. Ja, man. Kijk, hier staan allemaal tassen met spullen nog. En hier een geluidssysteem. Zullen we de verlichting even aan? Ja, aan. Kan je die aanzetten? Ik weet niet of het lukt. Ah, we de baba. Kom. Ja, inderdaad, man. Kijk, hier die... Stereosysteem, superdrive, zelfs nog een cassettebandje. Het zit er nog een cassettebandje in, ja man. Hoe fijn is dit, een videoband? Cassettebandje zeg ik. Leuk man. Oh, die zit alweer aan een bakkie koffie. Een bakkie! Ja, hier bakkie heb je een bakkie gedronken. Ja. Oh, luxe bank ook hoor. Hey. Ja man. Eerlijk, het is dikker, kijk eens. Lekker man. Moet ik nou alweer aan de slag joh? Moet ik niet met je schoenen op de bank? Oh, sorry. Niet met je schoenen op de bank. Ja, die liggen alweer te slapen. Slaap lekker. Oh, slaap lekker. Dat is wel fijn, man. Oh, kijk eens. Ze hebben nog een colaatje voor je achtergelaten. Oh, hé. Hey. Hey. Cool. Wat is er in de koelkast? Ja, een flesje, een potje jam. Een flesje water. Kijk eens die datum. Oh, kijk die Fanta. Oh my days. Ja, ik kan die Fanta datum misschien? Dan weet bro, je wat. Kijk hoe die Fanta kleur eruit ziet. Nee, wat is dat, joh? Slecht, man. Welke... Wat voor datum staat erop? Dan weet 30 april 2013. 2013? Meer dan 10 jaar. Kijk over hoe na 10 jaar je Fantaatje eruit ziet. Dit wil je toch eigenlijk helemaal niet drinken? Kijk dit.
Hoe kan dat van helemaal geel naar dit zijn gegaan? Hey, nou, doorzichtig. Mijn drinken staat daar. Waar staat je drinken? Waar? Dreft! Nee, daar rechts. Drank! Campari! Campari! Hier, sokken leggen eruit nog. Wanneer is deze dat? Ja, leuk man. Krant. Gazet van Antwerpen. 2012 de krant. Zo. De krant is nog van 2012. Maar deze is van 2013. Die zijn breekbaar, glas. Ja, daar zit glas in, dat is breekbaar. Dan hier kastjes, ja, dit is dus de keuken. Ik had mijn cola hier. In de keuken. Is het even, ik ga mijn cola drinken hoor. Bizar hè. Dan gaan we naar de stuurhut volgens mij. Het bestuur, kijk, even voor het dak, dat komt ook al helemaal los daar zo. Voorzichtig lopen, hè, maatje. Hou helemaal goed vast. Ja, we zijn in de stuurhut. Nou, daar liggen allemaal te koop en... Zijn dit een of andere reclamebladen? Ja, denk ik wel. Jammer dat dat allemaal zo is. Kijk, hier is die boven. Zijn bij de stuur, ja. Oh, jammer. Kijk, een Always Coca-Cola dienblad. Kijk, man. Dat is ook vrijmaken. Rustig. Ja, ik wil wel... Kijk. Ik ga wel plaatsen die, hoor. Vet dit, hoor. Nee, maar ik zal wel naar daar plaatsen. Kan je... Nee, hoeft niet. Kan je de stuur ook mooi zien? Nee, dat is wel mooi. Laat maar gewoon lekker. Zelf vandaar, leggen er vol op, maat. Ja, daarop. Dan ben je nog wel even bezig. En dan komt er allemaal gekke stof vrij. Ik weet niet of dit allemaal asbest is. Dus ja, dat weet ik ook niet. Tik er maar niet tegenaan. Hé, hey, stuur is wel gek, man. Stuur gek? Oh ja. Ik smeer jou, die moet je gewoon filmen. Eigenlijk moet je dat wel even een beetje opzij halen. Ja, ik ga die zij doen. Die kijkers willen wel... Die kijkers willen wel content, hè. Die willen echt die stuur zien. Ja, ze willen wel het stuur zien, Moestie. Zo, ondertussen dat Moestie die plaat aan het weghalen is, gaan wij eventjes kijken bij de slaapkamers. Kijk dat mooie raam! Check dit! Ja, een slaapkamer hebben we hier. Super fijn. Kijk eens met een wastafel, een eigen wastafel. Vet hoor, kijk, en dan heb je zo'n klein raampje. Hier zou ik s'avonds zo hard door genieten. Ja, hier niet dan, want dan zie je alleen een kaderwal. Je ziet alleen dat wal. Maar als je echt in een haven ligt of zo, super vet. Let's go. Ik denk dat dit gewoon dezelfde slaapkamer is, ja. Alleen die hebt twee raampjes. Kunnen ze met z'n tweeën genieten. Ik weet niet wat hier op het is gebeurd, maar... Oh, dat is wel een hele nare vlek. Huh? Nog een schilderij. Hier hebben we de heren-wc. Hier ook nog... wel vet hoor, ik heb de sleutels. Oude sleutels, man. Kijk hoe vet, kijk eens. Gaaf, hè? Oh, wie zijn kamer is dit? Martina kamer. Oh, deze van Martina. Fuck, Martina, fuck, Martina, Tina, fuck. Martina, fuck, Martina, Tina. Sorry Martina als je zit te kijken, maar dat is een liedje, weet je. Wat is dit, heren? Oh, heren, wc. Ja, het staat de wc, lekker man. Oh, die ruikt wel een beetje nasty en een douche. Hier is geen bad. Dus kaptein heeft een bad, maar ze matrozen, die hebben ook een bad. En ik denk, kijk eens eventjes. Oh, en die is nog langer ook. Die hebben het nog beter voor elkaar ook. Fijn dit. Oh, deze is nice. Deze is mooi, man. Hier hou ik van. Nice. Cool, hè, kijkers. Hier nog de wc. Maat. Wacht. Kapitein? Ja? Ja, kapitein, je kan komen. Okay, we gaan nu varen. Ja. Oh, kijk eens. Ja, vet hoor. Heerlijk. Ja, ze is nee, super dik. Moet wel filmen, kijk. Ja, man. Ze is echt, deze is echt mooi, man. Ze is echt vet. Ja, tuurlijk. Helemaal. Check mij. Check mij. Wel lauw, hoor. Hij zit goed, hoor. Dit is wel een lauwe baan, hoor. Lekker varen, zo. Kijk, hoor. Met deze moet je magnetvis even. Ja, je kan zelfs als je echt professioneel bent, kijk eens hoe je hem laat gaan, gewoon met de voetjes. Met voetjes gewoon. Welke kapitein zit nu te kijken naar mij en die zegt van ja, dat doe ik ook wel eens, Timmerdie. Laat de baas het maar niet horen. Lekker met de voetjes, hè? Zo van achter, zo van. Heerlijk, man. Wel een lange job ook, hoor. Maar ik denk dat dit echt een staanvirus is. Ja, je moet echt staan zo. Ja. Je ziet wel ook af. De wereld gaat open voor u. Ja, die gaat voor mij ook echt altijd open. We hebben natuurlijk altijd superleuke avonturen. Oh, rivieren. Oh, dat komt wel goed uit. Oh. Daar staat alles op. Congo. Zo, Congo. Die kan ik ook wel goed gebruiken voor magneetvissen, deze. De Senegal. Met de stroom mee. Zo. Erimeer. Alles staat erop. Ja, man. Dat is allemaal meer en zo. Leuk, man. Maar waar ze kunnen varen of niet? Oh, ja. Dit. Als je dat allemaal meemaakt, dan weet je pas dat de wereld mooi is. Echt, als je op zee bent. Heerlijk, man. Geen stress van werk. Hey, er zijn er. Frankrijk, ja, dit is Frankrijk. Hier heb ik veel van magneetvis, ja. Veel mooie dingen gevonden. Van de Tweede Wereldoorlog hebben we hier ook veel dingen gevonden. Ja, vet hoor.
Ja, man. Ja, wat is de toeter? Ja, de toeter. Wat is die toeter? Hè? Wat zal de toeter zijn, man? Nee, kijk maar hier drukken, kijk eens, ik ga stek. Ja, wat is dit? Hoor hem, dit is hem. Ah, die jammer. Iedereen hoort. Lauwe. Ja, vet hoor dit. Zal die kijkers? Het doen? Die micro... Zal die het nog doen? Die... Oh, de microfoon. Microfoon. Hier Schipper Timody samen met Moes die Legend. Wij komen de haven van Antwerpen binnengevaren. Ja, vet dit, hè, kijkers. Ja, vet hoor. Eerlijk? Dat is wel uniek. Hoppa. Oh. Nou, en dan heb je daar, in de verte hebben we nog een boot. Nog een boot, ja. En daar gaan we nu naartoe, kijkers. Ja. Let's go. Wat ligt die? Oh, Timothy gaat er. We zijn in de boot. Oh, joh, de boot. De boot. Hij heeft de boot gemist. Oh, nou moet ik ook. Oh, ik neem jou mee, hoor. Ja, hier wel voorzichtig, hoor, maatje, want... Voor hetzelfde geval zit je in zo, die boot. Ja, zo inderdaad. Ik ben weer recht hoe je erop kan staan. Oké, uitkijken. Wat? Moet ik licht aandoen of niet? Ja, nee, het licht hoeft nog niet aan. Nee, oh, wel voorzichtig, blijf maar op de stoel. Wajo. Ja, vet hè? Oh, er zitten gatten. We zijn er, man. We zijn er. Wel voorzichtig hoor. Wajo. Heel dubbel. Wel voorzichtig. Kom eerst naar boven dan. Film dan. Wat heb je daar? Nee, we laten eerst even een beetje de kijkers hier zien. Wel voorzichtig hè, maat. Hou je goed vast. Is die wel stevig? Ja, weet ik niet of dat stevig is. Moest die. Gewoon je lekker aan de steunbank vasthouden. Mensen, ik ben 118 kilo, hè. Gewoon je vasthouden. Wajo. Ja, hier is niet echt veel bijzonders te zien, joh. Waar is het er binnen? Kan je wat? Nee, je kan niet naar binnen. Okay. Alleen een ruimte is hier. Oké. Okay. Nou, zullen we naar het hut toe gaan? Ja, de wc-pot daar. Ja, nu gaan we naar de schipkwartier. Oké, wacht even. Dat is hier niet. De wasmachine. Leven lang, hè. Laat maar gewoon. Ik zal wel een shot pakken van daar, wacht. Wat is dit dan? Een verlaten boot, hoe dan? Ja, wacht, ik moet jouw shot pakken, wacht, zo, ja. Dat je zo kan. Wat is dit dan? Een verlaten boot. Kijk, hier heb je de machinekamer. Ja, dit is de machinekamer, man. De pompkamer, toch? Hoe noem je dit? Ja, als je wil binnen. MWM, staat er nog wat op? De deur? Nee, daar staat niks op. Nee, er staat niks op, nee. Wel een nummer. Niet dat de machinekamer of iets. Ga je naar binnen, Timmer? Oh, zo, kijk uit, hoor. Kijk. Oh, wat ruikt het hier naar olie, hè, jongens? Wil je film? Pak maar. Ja, kom maar. Kom maar, kijk eens. Ja, op. Kijk eens. We zijn nou in een... Ik zal licht wel aan doen. Ja, wat is dit? Is dit de machine of de pompkamer? Laat het even weten in de comments. Kijk dan, we kunnen alles... Woning. Woning A. Achter, onder. Het is wel fris in die boot, hoor. Maar gelukkig heb ik een super verwarmd jackie van www.magnetar aan. En die houdt ons wel lekker warm. Let's go, man. We gaan door. Waar kan je naar binnen? Waar is die stuurhut? We gaan naar de stuurhut, man. Oké, hier heb je nog een ruimte. Oh, de stuurhut is daarboven. Lekker, man. Je moet naar boven. Ik ga stuk. Ik ben de stuurhut. Die is natuurlijk daarboven. Ik wil jouw film zo. Ik ga mee. Let's go. Kom mee, man. We gaan die stuurhut hebben. Ah, bij de baba. Zo, dit is wel vet hoor, Moestie. Dit is wel leuk, man. Ja, dit is leuk, man. Kijk dit. Ja, bij de baba. En daar gaan we dan. Zo. Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Zo. Vet, hè? Kom maar in mijn sturen, toch? Kijk eens. Baba, we zijn de hele kapitein. Ja. Moestie heeft de boot gemist. Laat die boot maar varen. Hey, ziet er wel eng uit, man. Ja, is wel lauw, man. Is er wat zo anders? Wel lauw, als zo van achter zo. Kijk dat dit ook een verlaten locatie is, hè? Ja, ga maar. Haba de baba. Fijn, man. Hier, neem de telefoon nog even telefoon. Op. Telefoon. Hallo? YouTube. Ah, YouTube. Hoe is dat? Ja. Wat? Was gewoon op één video 90% niet geabonneerd, hé? Wauw. Ja, nee, dan snap ik dat je eventjes op deze lijn zit. Nee, ja, ik ga het vragen aan de kijkers, man. Kijkers, willen jullie alsjeblieft die abonneerknop indrukken? Ja, ik zal het zo zeggen dat het gratis is. Lid te worden kost wel geld. Dat kan vanaf een euro per maand. Dat kan zelfs voor 100 euro per maand. En dan support je onze benzinekosten naar de verre locaties toe.
Ja, ik heb het doorgegeven. Ja, ik snap dat je door moet YouTube. Oké, tjallas, hoi hoi. Ja, YouTube heb ik dus eventjes doorgegeven dat jullie wel die abonneerknop keihard moeten indrukken. Dat is gratis, abonneren kost helemaal niets. En na de noppes, dus daar worden we allebei vrolijk van. Ik, omdat ik een abonnee bij je heb en jij omdat je niks kost. En ja, je support me. Kijk dan, er liggen nog allemaal dingetjes. Wat is ja, dit? Man. Laurens. Ja, vet hè, dat dit zo verlaten is hè. Bizar hè. Ja, maar wat. Kijk al, de bekabeling. Dit is wel, ik weet wel, als kabeltrekker zijnde wil je echt niet, kijk eens, je wil niet op een boot kabel trekken, want dat is altijd zo lastig. Kijk dit, hier heb je alle bekabeling. Nou ja, ja, je ziet het al, dat gaat overal heen. En het is allemaal smal en bochies. Nou is dit nog dunne kabel, dus dat trek je wel lekker weg. Maar dan praat ik echt over de dikke kabels. Wat is dit dan? Is dat een toeter? Nee. Dit is toch geen toeter, moest die. Hè? Ik moet het doen van mijn hoofd, hè. Wat gebeurt er? Hè? We gaan niet instorten of zo. Toch niet dat we zinken, dat ik de stopknop eruit trek. Een toeter, denk je een toeter? Hè? Dan aan jou de eer, man. Nee. Ja, jij bent een Turk. Ja, okay. Is jouw cultuur, okay, vriend. Oké, okay. Okay, we gaan het gewoon doen, ja? Nee, zit vast in de hendel. Nee, zit vast of zo, maar de... Hendel, of... Ja, ik denk dat het een toeter... Ja, het is een toeter, maar denk ik. Of is het een, dat je dit kan draaien? Ja, voor mij is het een lamp. Is het een lamp? Nee, ik denk... Ja. Kijk maar hierboven. Het is een lamp, man. Lamp, oké. Okay. Kijk, want als ik het nou zo zet, dan zet ik hem die kant op. Ja. Kijk maar hierboven. Kijk, ik laat die lamp draaien. Wacht. Ik met mijn toet, hè. Mensen van de boot, die zullen wel denken nou. Zie je die lamp? Kijk. Maar... Zie je? Ik draai die lamp. Ja, klopt. Ik zie nou. Vet, hè? Ja, man. Oh, cool. Cool. Oké, dit was die kamer. Dus hier konden ze lekker chillen. Je chillen. Zat en dan zat de baas, die zat lekker te varen. Wat? En dan de fam hier zo aan het chillen. En dan van een portofoon, oplaten dokkie. Ja, leuk man. Allemaal knoppies. Ruitenwisser. Hek L. Anker. Het anker, we laten het anker zakken. Ja, en deze locatie, kijk, daar zijn we natuurlijk niet zomaar gekomen. Dikke SO naar van. Van Liesem en van Miltour. Yes, link komt in de beschrijving. Ga ze eventjes doodspammen dat ik een keer met hun wil spooken jagen. Dus ga naar hun laatste video. Met z'n allen hier van mijn kanaal naar hun kanaal. En gaan we met z'n allen spammen in de laatste video van hun. Neem Tim ook die mee op spookjacht. Ik keek vroeger altijd de Bassie Nader aan, dus ik weet spoken bestaan niet. Maar we gaan het zien, man. Ja, vet, man. Nou, leuk is dit, hè? Yes. Oude taak, hoor. Kijk dan. Hoe lang? Oh, we hijsen hem nu aan. We hijsen de touw aan. Kijk, hoe lang denk je dat dit verlaat is? Hoe lang denk je dat dit verlaat is? Ik heb geen idee, man, maat. Ik heb echt geen idee. Kijk eens, hebben jullie een idee? Laat het even weten in de comments. Kijk eens, mag ik zeggen dan. Ja, man. Hoe lang zat het? Zo, het leek wel eventjes of er een geweer daar was. Maar ja, dat is een kraan of zo. Dat ja, pakt... man. Kijk, en met dit kan je dus weer... Trek, hekje. Oei, hij doet, nou, doen we hem laten vieren. Ja, hij doet het dan. Wat, hij trekt hem aan? Hij trekt hem aan. Ja, vet man. Laten we hem maar niet te ver aantrekken. Nee. We gaan door. Ja, dit zijn allemaal lege ruimtes. Ja, dat... Er ligt nog een hakbel daar op de grond. Kijk dan, joh. Is dit dan, ik denk, dat woongebied? Slaapkamers? Oh, die gaat lachen worden. Ja, dit is al helemaal eruit gehad. Kijk, dan ligt nog een stootijzer. En nog een bijtel. Doei. Doei. Zo, is wel eng, man. Wel eng. Verboden toegang staat er. Geen lucifer aansteken, hè? Dat mag niet. Oh, ik zweer. Wil ik meekijken? Wat staat er? Oh, nog een bord met... Nog een bord. Leg daar nou weer op de grond. Kijk, dan, joh. Voor mij hebben ze hier ook hele vieze dingetjes gedaan. Maar wel veilig, in ieder geval. Ja, dus dat is weer een goed teken. Ja, kom maar film uit, zo? Man. Nee, kom maar uit. Van onder. Nee, kom maar uit, bro. Hele heftige diesellucht. Dat is niet goed voor de zon. Maar ze ging niet zo ze met het pak, denk ik. Je mag niet zo. Ja, je moet wel even met zuurstof hier erin gaan. We hebben ook helemaal geen meetapparatuur bij ons, dus dat gaan we niet wagen voordat je in één keer nokkie gaat. En dan kan ik je niet helpen, want als ik je help, ga ik ook nokkie Dan is een stof. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap je. Dat is stof die je inhaalt om je. Dat wel aardig. Zou je zeggen, ja, waarom laat je hem liggen? Ja, want als ik hem als ik je kom helpen, dan ga ik ook nokkie. Dat is ja. Dat is gevaarlijk hoor, dat moet je nooit doen. Je moet nooit zomaar een gesloten ruimte ingaan, kijkers. Doe dat echt nooit zomaar. Hè? Voetsteuntjes hier, zo. Mooie. Hop. Lekker man, leg hier nog alleen al van de stootijzer. Zo. Nou zijn we bij de kraan. Dan kun je de kamer sturen, Steve. We kunnen gaan eisen. Vet hoor. Heerlijk, kijkers. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het toch super leuk vonden. Moet je nog wat zeggen tegen de kijkers?
Shout-out naar iedereen. Yes. Love jullie allemaal. Love jullie en allemaal. Ik zie jullie in de volgende video. Komt die duim omhoog. Gewoon bij de 300 duimpjes omhoog. Komt een nieuwe video weer. Gaan we weer Urbex. Opnieuw urbexen. Urbex. Yes, kijk eens. Nou, tot de volgende video. Ik zeg tje. Tjallas! Ja, vet man.